Je hebt zo'n slogan, zeg het met bloemen. Nou, dat doen ze hier vandaag in Lichtenvoorde, met dahlia's. Je kunt er niet omheen, want het is Corso-dag in het Achterhoekse dorp. Bloemencorso. En dat betekent feest, gezelligheid, indrukwekkende wagens en een heleboel dahlia's. In deze uitzending ziet u ze in allerlei kleuren. Roze, paarse, blauwe, violette, alleen maar dahlia's. Er was een tekort dit jaar, maar ik geloof dat ze dat hebben opgelost. Ik vraag me alleen af of je na zo'n weekend nog een bosje dahlia's op tafel zet. Dromen ze hier van dahlia's? En waarom gebruiken ze eigenlijk alleen die bloemen? René Arendsen voorziet de optocht langs de route van commentaar. Heb jij het antwoord? Nou Petra, dat is wel een grappige vraag, want ik heb die vraag ook voorgelegd net. En veel mensen weten het gewoon niet meer waarom de dahlia centraal staat tijdens het bloemencorso. Maar één meneer die kon me toch wel vertellen, die was er waarschijnlijk 81 jaar geleden al bij, dat de dahlia nu eenmaal erg mooi bloeit in deze tijd van het jaar. En daarom zijn er in deze tijd van het jaar een heleboel. Normaal gesproken, want wie het nieuws een beetje gevolgd heeft op Omroep Gelderland, weet dat er een groot gebrek was en is aan dahlia's door de strenge winter van het afgelopen jaar en de vele regenval van de afgelopen weken waar we ook vandaag weer mee te maken hebben. En ook meteen de eerste groep die we nu zien, Quintet, had te maken met het gebrek aan dahlia's. Want we zien, als we goed kijken, erg veel hout ook. Nu aan de rechterkant bijvoorbeeld een beetje. En daar hadden eigenlijk dahlia's overheen gemoeten. Nou, dat is helaas niet gelukt door het gebrek aan dahlia's. Maar gelukkig wel een hele mooie, bijzondere constructie. Met heel veel figuranten ook. De wagen heet Rammen. En dat heeft niet alleen te maken met het dier dat is afgebeeld op deze wagen. Maar ook met de kopbeweging die de ram kan maken. Want de ram kan een meter heen en weer bewegen met zijn kop. We gaan door met een groep die ook een jubileum te vieren heeft. 25 keer doet Pedut nogal mee. En Labor Gravis, zo heet de wagen. Het is een bijbelverhaal dat hier is uitgebeeld. De kruisweg. Jezus op weg naar het kruis. Hij draagt het zelf bij zich. En Bonnie Leemreizen is de ontwerper. 20 figuranten zitten er op deze wagen. En die bewegen de handen bijvoorbeeld van Jezus. De ogen kunnen ook bewegen. En voor al die bewegingen zijn dus 20 figuranten nodig. Ondertussen wordt de wagen ook handmatig voortbewegen. Voetje voor voetje gaat deze wagen daarom aan ons voorbij. Door de natte straten van Lichtenvoorde. Volgende wagen had ik eigenlijk muziek van Elton John verwacht, want de wagen heet Circle of Life. En het is een wagen van de groep Geschut, ontwerp van Martijn Jansen. En als u denkt van, wat zie ik hier, wat wordt hier uitgebeeld? Nou, het zijn strengen DNA-materiaal. En in iedere streng zie je ook nog een dierenriem met daarop op de wagen ook een wereldbol. Dus waarschijnlijk zijn het biologen geweest die deze wagen hebben ontworpen. En misschien dat u niet helemaal thuis daarin bent, vandaar dat ik het even zeg. Het zijn dus strengen DNA-materiaal. En in al deze wagens is hard gewerkt. De afgelopen dagen zeker, want veel corso-groepen hoopten dat er op het laatste moment nog veel dahlia's bij zouden komen. Laten we even kijken naar hoe bijvoorbeeld de groep Hoyland gewerkt heeft de afgelopen dagen. Hoyland is de groep die de titel heeft en vorig jaar dus het bloemencorso in Lichtenvoorde gewonnen heeft. Corso Club Hoyland uit Lichtenvoorde gooit al jarenlang hoge ogen op het bloemencorso. De club begon ooit als een buurtvereniging en groeide uit tot een vriendengroep. Nou Thijs, er moet nog wel wat gebeuren. Nou, we zijn inderdaad nog flink bezig. Het is nog even wachten op een aantal flink aantal kratten bloemen die nog moeten komen. Maar we zien het wel hoopvol in. Het wordt echt volgens ons een hele mooie wagen. Inderdaad nog heel veel werk, maar het gaat goed komen. Met man en macht wordt er gewerkt aan de Corso-wagen. Vorig jaar won Hoyland het Corso. En ook dit jaar gaan ze natuurlijk weer voor de hoofdprijs. Het stelt als het ware een groot marmeren wasblok voor. Met aan weerszijde een houten steiger. Waar als het ware beeldhouwers aan het hakken zijn. En hoe meer je vooraan en achteraan de wagen komt, is het beeldhouwwerk steeds meer af, zeg maar.
En dan komen ze voor en achter de wagen komen als het ware paarden tevoorschijn. De gemiddelde leeftijd bij Hoijland is laag. Hallo! Zelfs de ontwerpers zijn nog geen 30 jaar oud. Ik denk dat wij altijd de deur wagenwijd openzetten voor alle jeugd. Ze mogen hier op vrij jonge leeftijd al op de wagen. Ze mogen van alles. En we geven ze ook die verantwoordelijkheid die ze moeten krijgen. En daardoor trekt het toch jeugd aan bij ons. Een Corso Club, is dat leuk? Ja, het is mijn eerste jaar en ik vind het echt geweldig. Ja. Soms werk je heel hoog of moet je liggen of kruipen. Ja, ik had gisteren spijker in mijn been. Vooral boven ook nog echt heel veel open stukken. Dus ik hoop dat er genoeg bloemen zijn om die stukken te vullen. Voor de ontwerpers Glenn en Chris is het een spannende dag. Houdt de constructie het? En, daar heb je het al, zoals ieder jaar, zijn er wel genoeg bloemen? Behalve Corso-koorts heerst er in Lichtenvoorde een plotseling opkomend dahlia-tekort. Ja, natuurlijk hebben we alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Maar het is wel altijd wel heel spannend. En zeker op het moment dat je een bepaald een soort kleurenspectrum in gedachten hebt. Van zo willen we die wagen in de kleuren zetten. En dan zit een verloop van zwart naar wit met allerlei kleuren ertussen. Ja, en als dan een deel van dat kleurenverloop wegvalt. Ja, dan moet je risico's nemen en gokken wat ga je doen. Dahlia's, dahlia's, dahlia's. Je zou er gedahliaat van worden. Nou, je droomt er wel over s'nachts. En dat is wel een beetje akelig. Omdat je televisie zit te kijken en dan zie je bijvoorbeeld een boompje op televisie. En dan denk je dat daar bloemen al op zitten. En dan kijk je goed en dan nog een keer goed. En dan... Oh nee, toch niet. Maar dat zal wel weer met die koosakkoorts te maken hebben. En met bier. Ja, misschien met een klein beetje bier wat er ook gedronken wordt hier. Tot in de kleine uurtjes moet er gewerkt worden om de laatste bloemen op de wagen te prikken. Zal het allemaal wel goed komen? Spannend. Rechts. Rechts. Stop maar met sturen. Gaat goed? Gaat prima. Het is wel een kunst hoor. Echte slakkenrace bezig dus. Het is wel een kunst om ze doorheen te manoeuvreren. Ja, dat gaat prima. Naar links, naar links, naar links. En dan zie ik er af en toe bloemetjes afvallen. Er was een tekort hè? Er was een bloementekort. Maar uiteindelijk zitten alle wagens weer bijna in de kleuren en komt dat goed. Ook die van jullie? Ook die van ons, ja. Er zit geen gaatje tussen? Nee, klopt. Dus het is allemaal goed gekomen? Ja, het is helemaal goed gekomen. Ik ga nog hopen dat hij het einde haalt. Ja, ja, dat gaat lukken. Absoluut. Succes. Ja, dank je. En we zijn bij de vierde wagen aangekomen. De wagen van Harbers Paul, zo heet de groep. En de wagen heet 52 pk. En dat is heel bijzonder, want 52 pk staat niet voor 52 paardenkracht. Dat ziet u ook, hij gaat veel te langzaam daarvoor. Maar 52 pk staat voor 52 persoonlijke kunstwerken. Want de ontwerpers Edwin Harbers en Laurens Tortelder, die hebben 52 kinderen uitgenodigd om mee te werken aan deze wagen. Het zijn 52 kunstwerken, maar het zijn eigenlijk maar 40 kinderen die hebben meegewerkt aan deze wagen. En het paard dat er omheen zit, het grote ontwerp stelt een paard voor, is dat wel gemaakt door Edwin en Laurens. En vandaar dus 52 persoonlijke kunstwerken die we hier zien. De volgende wagen heet Futuristic van de Boskampers. En daar hebben wij met de jury ook erg goed naar staan kijken. Want hierbij zie je bijvoorbeeld aan de bovenkant dat er geen bloemen zitten. Hier ook op de kop kunnen we dat zien. Maar horen er nou geen bloemen te zitten? Of komt dat omdat er te weinig dahlia's waren? Dat weet je niet helemaal zeker. Zeker niet bij deze wagen. Uiteindelijk zijn er nog wel 210.000 bloemen gebruikt bij deze wagen. En het stelt een grote DJ voor die allemaal scratchbewegingen maakt. Zoals we die tegenwoordig horen in de verschillende discotheken. Technology. Technology. The past. The future. The Great Balls of Fire. Waarschijnlijk kent u het nummer nog wel van Jerry Lee Lewis uit 1957. Het is inderdaad de inspiratie geweest voor Rob de Mulder, de bouwer van deze wagen, de ontwerper. De groep heet De Witte Brug. En inderdaad, hij heeft zich echt laten inspireren door dat nummer.
De wagen is gebouwd in Harreveld. Dat is een van de kerkdorpen rondom Lichtenvoorde, die ook elk jaar trouw meedoen aan het bloemencorso. Dus niet alleen van het dorp Lichtenvoorde zelf, maar ook van de dorpen daaromheen. En zing het allemaal lekker mee thuis. Great Balls of Fire, het nummer van Jerry Lee Lewis uit 1957, zien we hier uitgebeeld in dahlia's. En wij maken een duikvlucht, want zo heet deze wagen, de zevende die we aan ons voorbij zien trekken. Duikvlucht is een creatie van Arno Elverink en is van de groep Te Vruchten. En het is ondertussen de derde generatie die meebouwt aan deze wagens. Vaak wordt het doorgegeven van vader op zoon, het corso bouwen. En even een paar feitjes, altijd toch aardig om te weten. De wagen is 18 meter lang en er zijn 90.000 bloemen gebruikt. Het zou erg zonde zijn om hem meteen af te breken. Dus ik geef de bouwers maar mee als tip om hem volgende week neer te zetten op de Ginkelse Heide bij de Vliegshow. Want zulke vliegtuigen vlogen er ook in 1944 over onze provincie. Kijk, mooi hè? Ziet er heel authentiek uit. Corso-bouwers uit de Van Redenstraat hebben zich waarschijnlijk laten inspireren door de problemen bij TNT van de afgelopen tijd. Massa-ontslag bij postbodes, u weet het waarschijnlijk wel. Want deze wagen heet Mail. En hoewel wij moderne e-mail nog niet zien, is het wel zo dat we worden meegenomen in de ontwikkeling die de post heeft doorgemaakt de afgelopen eeuwen. We begonnen bij de postduif en uiteindelijk kwamen we uit bij een welbekende Amerikaanse brievenbus die we ook in deze wagen verwerkt zien. Ja, en ook in deze wagen zou je de actualiteit kunnen zien. Tenminste, als je dan in die twee grote vechtende hanen twee politici uit Den Haag ziet. Want deze twee hanen zijn net losgebroken en zij vechten zich nu een weg aan de top, naar de top. En de haan die wint, zal uiteindelijk de macht hebben over de hele groep. Nou, je kan er iets actueels in zien. Ik weet niet of dat ook de bedoeling is van Laura. Want zo heet de groep die deze wagen gemaakt heeft. De wagen heet Vechten Als. Kijk eens naar die klauwen. Veel dreigends aan ons voorbij zien komen. Maar dit is ook dreigend. Een draak met veel rook uit zijn neus. Het is een ontwerp van de Zieuwense Weg. Ze doen voor de 40ste keer mee dit jaar met het bloemencorso. En we moeten hier niet alleen een draak inzien, maar ook een beetje jennen. Elkaar een beetje plagen, een beetje pesten. Want dat zeggen ze hier ook in de Achterhoek. Lekker draken, lekker elkaar een beetje pesten en plagen. Maar dit is geen plaag om te zien. Het ziet er ook weer prachtig uit. En ook technisch, hè? De rookontwikkeling uit de neus. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Nu komen ze hier voorbij rijden met veel rook, vuur, kabalen, figuranten. Maar vanmorgen stonden ze stil om in alle rust door de jury beoordeeld te worden. Ja.
Fik Hulshof van de jury. Yes. Hoe gaat het hier? Moeilijk. Het is moeilijk. Ja, het is ongelooflijk moeilijk wat ze allemaal weer gepresteerd hebben. Ik snap het niet helemaal hoe ik hier een volgorde uit moet zien te peuren. Elk jaar word je weer verrast door wat ze ervan gemaakt hebben en hoe ze het gecombineerd hebben en de beweging erin. Allemaal verrassend. Ja, beweging, het is hier nu heel stil. Iedereen is koortsachtig aan het overleggen. Het contrast met als deze wagens tijdens de optocht rondrijden is wel heel groot. Ja, dat is toch ook het mooie. Dat is toch ook de verrassing die dan nog weer een extra laag eroverheen, zeg maar, door mensen die ze toevoegen, door de beweging, door het geluid, waardoor, als het goed is, de wagen nog meer versterkt wordt. Dat het eigenlijk nog meer kracht krijgt en nog meer het publiek spektakel biedt. Dus nu kijken jullie gewoon puur naar constructie, naar ontwerp? Naar vorm, naar idee. En hoe staat het op de wagen? Hoe zijn de verhoudingen? Is het interessant van voren? Is het ook interessant van achteren? Van opzij? Van onderen? Van boven kunnen we helaas niet bekijken. En dan later ga je kijken hoe ze op de wagen, hoe ze op de parcours rijden? Ja, hoe het spektakel zich ontwikkelt, zeg maar. En ik vind het ook prachtig dat er iets te weinig bloemen zijn en dat er dus allerlei alternatieven moeten worden gebruikt om de grote vlakken te vullen of in ieder geval alternatieven te bedenken die ook de wagen kunnen versterken. Ja, vindt u dat prachtig? Ja, ik hou ervan. Ja, ik zie hout gebruikt worden, ik zie gaas gebruikt worden, ik zie metaal gebruikt worden, ik zie karton, sloophout, van alles. Ik vind het mooi. Het versterkt de bloemenkracht van de wagen. Ja. Over bloemen gesproken, er worden altijd alleen maar dahlia's gebruikt, hè? Ja, ja. Kun je dan niet zeggen, we nemen een keer een ander bloemetje dit jaar? Nou, die zijn volgens mij niet zo in grote massa's en in grote productie te nemen. Dit zijn wel de meest handige bloemen die het langst goed blijven. Ja. Tot slot, wat is dan een beetje uw conclusie als je kijkt naar het werk van dit jaar? Ik denk toch weer mooier en indrukwekkender als vorig jaar. En dat vind ik toch elke keer een prestatie op zich. Nou, we zullen horen wie de winnaar wordt. Ja, dat horen we morgen vroeg pas, hè? Succes met de beslissing. Het zal lukken. Uiteindelijk lukt het. En daar komen ook de kinderen uit de buurt van Lichtenvoorde aan. Lichtenvoorde en omgeving. Voorop mogen de kinderen van de Larikstraat. Ze hebben een monstertruc gemaakt en zij mogen voorop omdat zij met deze wagen al een prijs hebben gewonnen. Daarachter volgen nog 30 groepen van de Corso Kids. En wat opvalt is dat de kinderen zich meer hebben laten inspireren door zaken die in de actualiteit waren het afgelopen jaar. Zo zien we bijvoorbeeld een wagen van de Mexicaanse griep. En ook kinderen hebben zich laten inspireren door het WK van 2018. Dat Nederland en België graag willen organiseren. En waarvoor Nederland en België op dit moment nog in de race zijn. Verder zien we ook een puntzak en tante Riki van de Zwarte Cross komt voorbij. Dus de kinderen hebben zich vooral laten inspireren door de actualiteit. En dingen die ook hier in Lichtenvoorde en omgeving erg populair zijn. Mooi zo'n zak patat. Ziet er erg lekker uit in ieder geval. De kinderen hebben een speciale plek tijdens dit bloemencorso. Er is erg veel aandacht besteed aan de kinderen. Ook al in de voorbereiding. Zo mochten de kinderen naar verschillende corso-groepen tijdens het bouwproces. En het mooiste voor de kinderen was dat het in schooltijd mocht gebeuren. Nou, laten we hopen dat het inderdaad tot resultaat heeft dat de kinderen zometeen ook grote corso-wagens gaan bouwen. En we nog 81 jaar op zijn minst kunnen blijven genieten van het bloemencorso in Lichtenvoorde. Hey, hoe gaat het met Vicky? Goed. Ja? Alleen staat zijn huis in brand. Helemaal in de verte. Zijn huis staat in brand? Ja, heeft de kat gedaan. En nou? En nou staat hij gewoon maar stil. Oh, dankjewel. We krijgen kussen van jullie. Hoe gaat het? Goed. Ja? Is die mooi geworden? Ja. Ja? Heel mooi. Hebben jullie alle dahlia's zelf geplakt? Ja, maar sommige heeft Jeremy gedaan. En wat betekent jullie wagen? Verliefd. Zijn jullie ook verliefd? Ja. Op wie dan? Ik heb Josh. En jij? Tom. Tom. En wie is Tom? Wat is dat voor jongen? Gewoon van school. En waarom ben je verliefd op Tom? Weet ik ook niet. Na de Corso Kids gaan we weer verder in de dieren. Want we zagen al hanen en we hebben een draak gezien. Nu zijn we bij slakken. Het zijn eigenlijk twee wagens waar we naar kijken. Twee slakken voeren een race. Vandaar dat de wagen ook de race heet. En dat is een wagen van Zeskamp. Zo heet de groep. En als we goed kijken kunnen we ook zien dat er met bloemen geschoten wordt. En dat de slakken een soort slijm achter zich laten. Moeten we even kijken als de slakken weer vertrokken zijn. Of we daar nog iets van kunnen zien. Want ik ben erg benieuwd hoe je slakkenslijm nou uitbeeldt met dahlia's.
Is dat vuur op deze wagen echt? Ja, dat is helemaal echt. En daarmee gaat de grote wens van ontwerper Paul Wiegers in vervulling. Al jaren was hij aan het nadenken over een wagen met vuur. En elke keer kreeg hij het niet voor elkaar. Maar afgelopen winter, tijdens die koude winter, kreeg hij eindelijk een ingenieuze ingeving. En wist hij hoe hij zo'n wagen moest bouwen. Maar vervolgens had je het volgende probleem. De burgemeester zei, dat vind ik te gevaarlijk. En daardoor heeft de burgemeester na lang praten toch gezegd dat het goed was, maar er wel een brandweerauto in de buurt gelaten. Waarschijnlijk rijdt de brandweerauto er achteraan. Deze wagen heet de Pyromaan. Erg bijzonder. Een wagen met echt vuur erop. Waarschijnlijk nog nooit gebeurd tijdens het bloemencorso in Lichtenvoorde. Dus echt een unicum. En de politieauto of de brandweerauto moet in ieder geval in de buurt zijn voor de veiligheid. Ja, daar is die inderdaad. Een authentieke brandweerauto is het. Ik weet niet of hij heel erg snel kan blussen hoor, maar het ziet er mooi uit. Groep Marnet heeft een naam hoog te houden, want vorig jaar wonnen zij de publieksprijs. Maar dit jaar hebben ze wel een kleinere wagen moeten bouwen. 23 meter is de lengte en 150.000 bloemen zijn gebruikt. Maar dat is wel de helft minder dan vorig jaar. En dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met het gebrek aan dahlia's van dit jaar. De wagen heet Gejaagd en wat wij zien is het snelste landdier ter wereld, namelijk het jachtluipaard. En ook dat ziet er weer dreigend uit. Er gaat veel dreiging uit van veel Corso-wagens. Maar ook dit is weer heel kleurrijk en ook prachtig gemaakt. Overigens wel weer een dier, zoals we al veel dieren voorbij hebben zien komen dit jaar. Geprikkeld, we zijn het allemaal wel eens en daarom heet deze wagen ook zo. Voodoo, dat wordt erop uitgebeeld. Een West-Afrikaanse godsdienst kwam op Haiti terecht. En door zang en dans kom je compleet tot innerlijke rust. En dat zien wij hier met deze voodoo-poppetjes. Je wordt geprikt en daardoor schijn je dus ook tot innerlijke rust te komen. Nou, het is een heel mooi ontwerp. En zo zagen we ze misschien ook al 60 jaar geleden, want we hebben ook heel veel ontwerpen gezien met heel veel techniek erbij. Maar in de jaren 60 en de jaren 70 was er ook al een bloemencorso. En we laten even een paar beelden zien van hoe het bloemencorso in Lichtenvoorde er enkele decennia geleden uitzag. Het bloemencorso vraagt veel tijd en inspanning. De bloemencorso van Lichtenvoorde. Meneer Mellink, u bent erelid van dit bloemencorso, hè? Hoe word je dat? Ja, ik doe wel een 60 jaar mee, dus. En dan uiteindelijk word je een keertje erelid. Ja, waarom? Misschien heb ik mijn best gedaan, ik weet het niet. Hoe word je nou bevangen door die corso-koorts? Ja, helemaal. Dan, ik heb er vannacht alweer slecht van geslapen. Echt waar? Ja. Echt. Maar wat is dat nou? Kunt u aan een buitenstaander als mij uitleggen wat er nou zo bijzonder aan is? Ja, dat weet ik niet, maar al die creativiteit van die jongens en van de... Ja, in het geheel, die gezelligheid hier in Lichtenvoorde. En ook bij de groepen allemaal. Nu ben ik er zelf niet meer zo bij betrokken, maar
Ja, je kunt het toch niet laten om te gaan kijken iedere keer. En dan ja, krijg je weer het gevoel, dan zit je er helemaal in. En dan begint het alweer te kriebelen. Ja, kriebelt. Ja? Het is echt een koorts, dus kom je ook nooit meer af. Nee. Nee, ik vind het geweldig. U zegt, u heeft het al 60 jaar meegemaakt. Wat heeft u in die tijd zien veranderen? Ja, de techniek en de samenhorigheid. Vroeger was er geen geld, nu op het moment heb ik meer sponsors en is meer materiaal. Je kunt lasten, vroeger moesten we alles met timmerwerk doen, met zware planken en dergelijke dingen. Dus dan kon je niet groot bouwen, maar dat werd veel te zwaar. Ja. Nu heb je allemaal ijzer en hele lichte ijzertjes. En dan heb je jongetjes bij die met de computer werken. En die gaan uitrekenen, zo sterk moet het worden met de computer. Dus dan kun je veel lichter bouwen en groter bouwen. Zo groot dat je vaak er bang van wordt en je denkt, ja, gaat het wel goed, komt hij wel rond. Nou staat heel Lichtenvoorde nu in het teken van die dahlia's. Zet u nou nog wel eens een dahliaatje op tafel? Nekens. Ja? Ja, maar op het moment zijn ze niet mooi meer, maar anders hebben we altijd dahlia's op tafel, zeker, sowieso. Daar krijg je geen genoeg van? Nee. Ik heb altijd gezegd, begraven worden, mogen ze mijn kist beschilderen met dahlia's. Ja. Nou, laten we hopen dat dat nog heel lang duurt, dat u er nog lang van kunt genieten. Veel plezier. Ja, dank u. Houdt u van dahlia's? Ik vind alle bloemen mooi. Dahlia zo? Ook wel, ja. Die zou u wel op tafel zetten? Nou, dat dan niet zozeer. Nee? Nee. Nog niet? Ze vallen er wel uit, hè? En ongediert, hè? Ja, dahlia's? Ja, overom. Maar zo'n ernaar kijken, dat is wat anders. Wel leuk, ja. Ja. Vindt u het mooi? Ja, het is heel leuk. Heel indrukwekkend. Ja. Houdt u van dahlia's? Ja, heel erg. Zet u ze ook op tafel? Zonder meer. Ja. Geniet nu dubbel op. Zonder meer. Daarvoor ben ik extra hier naartoe gekomen. Wij komen uit Duitsland. Maar ik ben zelf Hollands. Ik woon al 40 jaar in Duitsland. U komt speciaal voor het Corso nog hier naartoe? Ja, had ik op televisie gezien. Van Gelderland. En ik denk, heb ik genoteerd op mijn kalender. Nou moet ik er naartoe. En is het de moeite waard? Heel erg mooi. Fantastisch. Wat is uw lievelingsbloem? Nou, ik denk de tulp. Ik vind de tulp vreselijk mooi, ja. Wat is uw lievelingsbloem? Ook wel mooi. Ja hoor. En een dahliaatje? Ja, ook mooi hoor. Ja, de dahlia is ook verschrikkelijk mooi natuurlijk hoor. Als je hier... Zou u die vrouw cadeau geven? Ja, dat zou ik best willen doen een keertje, ja. Maar ik ben niet zo van de bloemen eigenlijk om te geven hoor. Niet om te geven, maar wel om naar te kijken. Om naar te kijken vind ik ze prachtig. Het is je schitterend. We horen kikkers en dat kan kloppen, want deze wagen heet ook Verkikkerd. En als we goed kijken zien we 8 kikkers uitgebeeld. 7 kikkers helemaal en 1 maakt een duik in een vijver. En die is gemaakt van krimpfolie. En daardoor moeten we ook een soort schittering zien van planten op de kikkers. Het is een ontwerp dat normaal gesproken te zien is in tropische oorden. Maar het is gewoon bedacht, waarschijnlijk met Google. In ieder geval is de ontwerper niet echt in Afrika geweest of ergens in een tropisch oord. Maar van het een komt het ander en dan kom je dus opeens op zo'n prachtig tropisch tafereel. Om dat te ontwerpen en daardoor kunnen we er nu naar kijken in de straten van Lichtenvoorde. Dit is 1 van de 8 kikkers. Je moet het maar durven, je eigen wagen verschrikkelijk noemen. Nou, dat is wel gebeurd, want dat is echt de titel van deze wagen, verschrikkelijk. We zien 3 vogelverschrikkers en zij deinen in een korenveld. Alleen dat korenveld bestaat al uit 3000 korenhalmen. En iedere halm bestaat dan weer uit 36.000 bloemen in zijn totaliteit. En in totaal, op deze hele wagen, zien we 200.000 bloemen. In de korenhalmen en die 3 vogelverschrikkers, die ook angstaanjagend... bijna verschrikkelijk misschien, heen en weer deinen. Van de verschrikkelijke vogelverschrikkers begeven wij ons opeens in de digitale wereld. Want we kijken hier naar pixel vision.
En al die kleine puntjes, die pixels, die maken samen één groot beeld, zoals ze dat ook normaal gesproken doen op de televisie bijvoorbeeld of op het computerscherm. En als we goed kijken, zometeen aan de zijkant, kunnen we nog een paar verschillende beelden zien die die verschillende pixels maken. Dus dat moet ergens bewegen, zodat we steeds verschillende beeldenissen zien. Maar in ieder geval zien we nu toch ook een verschrikt gezicht. Misschien iemand die toch ook erg verschrikt is van alles dat de digitale wereld tegenwoordig te brengen heeft. Allemaal hele ingewikkelde dingen. Pixel vision. Bij de volgende wagen moet je je Italiaans ophalen, want die heet Lavori in Corso. En dat betekent zoveel als werk in uitvoering. Het geheel stelt een groot blok marmer voor en 30 figuranten zijn bezig daar een kunstwerk van te maken. Het is een ontwerp van de groep Hoyland. En Hoyland heeft vorig jaar gewonnen, won namens de vakjury. En dat betekent dat ze de titel graag willen prolongeren dit jaar. Maar, zei een jurylid vanmorgen tegen mij, dit ontwerp lijkt wel erg op het ontwerp van vorig jaar, maar zijn ze daar wel bij dat dit ontwerp nog mooier is dan dat van vorig jaar. Dus het blijft erg spannend, ook voor de groep Hoyland. Voorlopig moeten ze nog maar even doorwerken, want het werk is nog in uitvoering en nog lang niet klaar. Even een paar cijfertjes. 105.000 bloemen zijn gebruikt voor deze wagen. 13 meter is hij lang en 7 meter hoog. Het is de groep van ons die het balspel presenteert. En ook hier hebben ze weer heel veel last gehad om aan voldoende dahlia's te komen. De dahlia's zijn gekweekt hier op het land, ergens in de buurt van Lichtenvoorde. En ze hebben geprobeerd kunstmatig dat land droog te houden. En het is niet gelukt, dus weinig dahlia's. En dat kunnen we ook wel zien. Maar de balletjes zijn gelukkig nog helemaal gemaakt van dahlia's. En het zijn ook de twee jonge ontwerpers die voor het eerst hun wagen presenteren. Voor het eerst een ontwerp hebben gemaakt. En dat is ook wel erg bijzonder van dit bloemencorso in Lichtenvoorde. Want het zijn heel veel jonge ontwerpers die voor het eerst zo'n grote wagen hebben gebouwd. Nou, ook weer de complimenten voor het balspel van de groep van ons. En dan gaan we tot slot toch nog even naar de disco. We hebben al heel veel mooie muziek voorbij horen komen op de verschillende wagens. Maar we sluiten af met disco-muziek uit de jaren 70 en 80. Want dat moet deze wagen voorstellen in de spotlights. En gelukkig kan groep De Lummels toch nog de wagen presenteren. Stonden eigenlijk al veel eerder in het programma gepland. Maar ze kwamen, als ik goed ben geïnformeerd, slecht van het terrein af. Het terrein waar alle wagens stonden opgesteld en waar ze vanavond en morgen ook nog te zien zijn voor iedereen die de wagens ook in het echt en van dichtbij nog een keer wil bekijken. En natuurlijk moet de jury nu nog bepalen welke wagen het mooist is. Nou, dat doen ze morgenochtend en dat kunt u ook volgen op Radio Gelderland. We zijn er vanaf 7 uur bij op de radio en dan hoort u als een van de eerste welke wagen uit het bloemencorso van 2010 de mooiste is. Volgens de vakjury en een andere wagen, of misschien dezelfde, volgens de publieksjury. En wat kun je beter doen dan op zo'n dag af te sluiten met nog zo'n mooi spreekwoord? Ze hebben de bloemetjes buiten gezet. En dat hebben ze zeker gedaan in Lichtenvoorde. Het water kregen ze er gratis bij, maar dat heeft het publiek niet afgeschrokken. Want ja, bloemen houden van mensen.
Dit was het 81ste Bloemencorso. Wie de winnaar wordt, dat hoort u morgen. Amy van voetbalclub Linde was onze